Het lijkt wel een soort sluiproute. Ja, maar gelukkig is de zon gaan schijnen. Dat is altijd zo grappig. Dan loop je daar en in één keer schijnt de zon. Oh, leuk man. Fijn. Zon. Oh. Kijk. Tuut. Kijk, die mensen hebben geen geduld. Zie je dat? Mensen zonder geduld. Rijd er maar overheen. Rijd er maar door, jongens. Kom op. Nee, oké, bedankt hè. Jee. Jee. Haha. Jee. Kom op, jee. Vrijheid. Zo, jee. Zo, hè. Zo doe je dat. Hè. Je moet de mensen activeren. Dus stimuleren, activeren. En dan, komen ze eraan. Dan, tada. Oh, ik weet niet waar we naartoe gaan hoor. Ik vind de enge route. Maar ja, misschien is het wel beter dan als ze van 10 kanten kunnen komen. Maar ze lopen gewoon mee, de politie. En dan zeggen ze, ja hier zijn ze. En in één keer komen ze van alle kanten gewoon. En dan maken ze een soort, je moet die kant op, die kant op. Ik vorder dit, ik vorder dat. Een paar klapjes hier, tikkie daar, boom, kles, boom, bam, tingelingeling, boom, boom. Dan wil je wel weer de andere kant op. Meneer, dan moet je interviewen voor de... Interviewen? Oh, ik ben mezelf al aan het interviewen. Oh, oké. Okay. Oké. Hey, Chris! Ik kan twee dingen niet door elkaar. Hij wil me interviewen. Oh, nou. Interviewen? Nou ja, eigenlijk had ik met jou moeten zeggen. Ik heb een dubbele interview gedaan. Kan ook niet doen. Wat? Oh, wat? Oh. Ik weet het even niet. We zitten nu alweer vast. Ik heb het gevoel dat we weer de andere kant. De voorste zullen de laatste zijn. En de laatste de... In ieder geval. Oh nee, dan gaan we weer. Tuut. Dan weer naar links, ja. Ik heb gehoord dat ze nieuwe tactieken hebben. Van als ze eraan komen, dan net zoals Bruce Lee zei. Dat je dan omheen zo tjak tjak bom 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 tingling bom bom. Net zoals Bruce Lee. Maar kijk. Ik ben wel blij dat het zonnetje schijnt. Alleen de zon al. Daarvoor was ik hier naartoe gegaan. Alleen voor de zon. Nou ja, niet alleen voor de zon, maar bijna alleen voor de zon. Kijk, zie je dat? Van voor naar achter, van links naar rechts, van... Waar moeten we zitten? Hè? En het gaat alleen maar om onze vrijheid, hè? Dat je gewoon weer een wietplant in je tuin mag zetten en dat je hond weer vrij mag rondlopen. Feestjes geven mogen we ook niet meer. Parties, yay! En knuffelen. Knuffelen. Wel veilig natuurlijk, veilig knuffelen. Nou ja, dat kan helemaal niet veilig knuffelen. Hè? Iemand moet het risico nemen, anders krijgen we helemaal geen kinderen meer. Nou ja, laat maar zitten. Ik ga even ophangen, want als Olf te lang praat, loopt het meestal uit de hand. Ha! Een hand, nou ja, laat maar zijn handgemeen. Nou ja, dat is, oh, handgemeen, hoor je dat? Het woord zegt het al, handgemeen, ongemeen, hè? Nou, laat maar zitten. Laat ik me even afronden. Doei!